allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb weer een shoplog. Ja, dat zijn er de laatste tijd meer. Maar ja, ik vind eigenlijk weer een beetje leuke dingen. Zowel voor mezelf als voor de kids. Zelf heb ik een aantal broeken besteld bij de Zara. Er zijn wat nieuwe modellen die ik graag wilde proberen. Die helemaal hip en happening schijnen te zijn, zei oma. En ik heb een leren broek die stuk is. Dus daar wilde ik ook graag een vervanging voor. Dus laten we gewoon beginnen. Want voor de kids heb ik ook nog wat leuke dingetjes. Dus een lekkere Zara shoplog. Als eerste deze broek gaan we natuurlijk ook aanbeelden laten zien. Die film ik denk ik morgen, want het is nu heel regenachtig. En hier kan ik nog de ringlight doen, maar de zakken wordt lastig. Dus, maar goed, ik ga het nu alvast laten zien. Dit is het model is, er staat slim, maar het is in mijn beleving redelijk bij dit. De high rise ankle length. Het is een broek met, een beetje regular pijpen, zeg maar. Dus niet heel wijd. In mijn beleving, ik denk niet dat dit helemaal slim fit gaat zijn. Maar we gaan het zien. Met scheuren. En dan zo'n lichte kleur die je nu heel veel ziet. En het leek me leuk om gewoon een paar fijne basic outfits te kunnen maken. Met bijvoorbeeld een beige trui erop. Of een wit t-shirt. Gewoon een paar van die simpele sapjes. Ik zal nooit, denk ik. Ik zeg nooit nooit. Een minimalistische garderobe gaan hebben, maar ik ben nu wel meer van de neutrale kleuren, iets rustiger, iets wat allemaal lekker met elkaar kan combineren. Dus ja, zo'n broek die je gewoon met heel veel basic bovenkantjes kan combineren, waardoor het een hele sophisticated look wordt. Waarom ga ik zelf Engels horen? Niemand iets weet. Maar dat leek mij wel wat, dus ik ben heel benieuwd. Dit is de broek. Ik heb hem nu met een band shirt gecombineerd. Maar je kan het dus ook wat klassieker stylen. Kan ik zo nog even laten zien. En ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Hij is niet super stretch. Dus de band is gewoon stevig. Zeg maar weinig stretch. Maar ja, het zit verder wel gewoon lekker. Ik vind de pijpen leuk. Gewoon recht. En hij zit hier ook goed. Ik heb een vrij holle rug. Dus soms zijn die dingen open. Maar dat heb ik nu eigenlijk niet. Dus ik zal hem nog even op een andere manier stylen. Maar ik hou wel gewoon de gimpjes aan. Vind ik wel leuk fris. En zo dan combineer je hem gewoon wat simpeler met een gebroken wit truitje erop. Gewoon een wat meer klassieker lookje. Je kunt natuurlijk ook gewoon laarsjes onder doen. Of pumps. Die ik echt al 600 jaar niet meer gedragen heb. Lang leefde de lockdown. Maar zou kunnen. If you're feeling it. Ja, deze vind ik heel leuk. Ik zit altijd een beetje met die Zara jeansmaat. Is altijd, van de ene heb ik 34 en van de ander 38. Maar normaal gesproken heb ik gewoon een 36 in alle broeken. Dus ik ben maar gewoon voor de 36'jes gegaan op hoofd van zegen. Tenzij er volgens mij stond er wel bij iets van wordt geadviseerd om maat groot te bestellen. Volgens mij was dat bij de legging. Deze denk ik. Even kijken. Ja. Bij deze, wat is die dood? Dus komt echt vers van de pers. Dit is een legging, high rise, leerlook. En hier stond bij, we adviseren je maat groot te bestellen. Dus dit heb ik in een M gedaan. Dat snap ik ook wel, want het ziet er echt wel heel klein uit. Kijken of ik het verschil kan laten zien. Nou ja, dus ik weet niet, ze zijn allebei high rise. Maar de blauwe broek is dus, de spijkerbroek zeg maar, is dus een maat 36. Maar die is dus groter dan de maat M legging. En je zou denken legging stretch. Maar heel veel beweging zit hier niet in. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik was dus wel echt op zoek naar zo'n nieuwe leerlook legging. Hij is verder gewoon basic. Hij heeft één naad op de voorkant lopen. De vorige leerlook legging die ik had vond ik heel fijn. Want die was een beetje gevoerd. Alleen nu wordt het natuurlijk weer warmer. Dus ik dacht daar hoef ik niet echt naar op zoek. Wat ik wel leuk vind is dat hij gewoon eigenlijk hier nog een... ik denk als opvoeder. Hij heeft echt een knoop en een rits. Nou, dat helpt wel in ieder geval met het ring passen. En verder heeft hij verder geen zakken of iets. Dus verder is het gewoon echt een legging. En dan heb ik ook nog een andere legging. Dus even kijken welke mooier zit. Deze. Die heeft een rits aan de zijkant. Hier stond ook bij wat serie maat groot te bestellen. Dus deze heb ik ook in een M gedaan.
En die heeft ook een naad aan de voorkant. Deze is iets glimmender. Deze is iets matter. Ik weet niet of het overkomt. Deze voelt wel wat zachter en comfortabeler aan. Maar ook hier is de stretch in ieder geval aan de bovenkant zeer beperkt. Dus we gaan het meemaken. Maar dit is een mid-rise stater. Alhoewel het lijkt alsof die net zo high-rise is als die andere. Maar we gaan het passen. Nou, die eerste leerlook broeken kwam ik ook in een M niet eens by far niet in. Dus ik kan zeggen, bestel hem niet. Want hij voelt ook totaal niet comfortabel. Maar als je hem wil bestellen, bestel hem 2 maten groter. Deze heb ik dus wel in een M. Moet je ook echt niet kleiner willen. Die zit verder wel goed. Ik ben nog niet uit of ik hem ook comfortabel vind zitten. Want het is echt totaal niet stretchen. En die meeste broeken hebben wel wat meer beweging. Hij zit zeg maar wel... Het is wel een beetje een nettere leren broek, zeg maar. Ik heb dat ding er weer overheen. Alleen, ja, zeg maar, hier zit hij lekker. Alleen, ja, je kan gewoon helemaal niet een knik maken of zo. Dat ligt wel dat er gewoon geen stretch in zit. En dan krijg je ook een beetje zo'n raar... Ja, ik weet het niet. Nee. Ik vind die leren broeken helaas niet zo'n hit. Dat was wel iets waar ik heel erg op had gehoopt. Dus ja, zo is hij leuk. Maar zodra je wil gaan zitten, wat je toch op zich wel wil doen op een dag, zou ik zeggen nee. Nee, dus deze leren broeken laat ik weg. En die weidebroek en die andere vind ik wel echt heel leuk allemaal. Hier baal ik echt van. Ik vind er verder heel mooi uitzien. Maar dit is gewoon niet zo prettig. Ja, misschien als je met 2 benen tegelijk doet. Maar ook met fietsen of zo. Het zit gewoon helemaal niet... Het lijkt bijna een soort fout of zo. Ik weet het niet. Nou goed, dus helaas. Deze is een no-go. Dan een iets spannender model. Dit is een wide leg. Maar die zie je nu overal met cowboylaarsje eronder. Of gimpen. Of nou ja, ik moet even kijken of ik dit ga stylen. Of het me staat. Maar ik was er wel heel benieuwd naar. High rise seamless wide leg long length rigid. Nou, we gaan het meemaken. Dit is hem. Het is echt zo'n verwassen denim kleur. Ik heb hier dus weer gewoon 36 van. Hij is zoals je ziet enorm high rise. En dan heeft hij scheuren en een hele wijde pijp. En dat schijnt dus helemaal het ding te worden deze zomer. Dus ik dacht, nou hè, laten we dat vooral eens proberen. En het lijkt me wel heel leuk gewoon met een simpel wit shirtje of een zwart shirtje of een nude kleurig shirtje. En dan heb je eigenlijk al meteen een look. Ik weet niet of ik hem snel bijvoorbeeld met een wijde trui, dat kan, dat zie ik ook wel veel. Maar ik weet niet of ik dat zou doen omdat je dan echt heel veel wijd hebt, maar ik ben heel benieuwd. Nou, deze broek, daar kan ik niet in ademen, dus dat is op zich wel lekker. ik kan dus gewoon bijna niet nadenken over hoe dit er leuk uit zou zien, omdat ik gewoon geen lucht krijg. En ik heb het topje ook aan, maar ik ga dat even met een andere hoefdrink laten zien, want zo kan ik niet ademen. Ja, wat vinden we van deze stijl? Dan heb ik die eerste broek die jullie zagen, heb ik ook in het grijs. Dus de slim variant, zeg maar, met de scheuren heb ik ook in het grijs besteld. Ik dacht, dit is zeg maar net een iets, leek me op de foto's, net een iets gangbaarder model. Dus als die wide leg echt, dat je denkt, oké, Karima, ben je van plan? Dan hoop ik dat dit een beetje een leuke tussenvariant is van de skinny naar... iets anders. Ik heb wel, ik heb op zich wel broeken met rechte pijpen en bootcut broeken, maar zo'n wide leg dat heb ik echt nog niet. Dus ik hoop eigenlijk dat die heel cool staat. Maar nou, dit zou het alternatief kunnen zijn en dit vind ik ook. Ik vind altijd met de zomer altijd zo'n scheur gewoon echt wel leuk om je outfit net een beetje meer edgy te maken. Ik weet echt niet wat ik met Engelse woorden heb vandaag. En dit is de grijze variant, die ik ook heel leuk vind. Ik heb altijd graag grijze broeken aan. En ik heb alleen nog niet echt eentje. Zeg maar dit model en dan helemaal niet met scheuren. Dus ik vind het wel heel leuk. Het is ook wel leuk misschien om de pijpen een beetje op te rollen. Of je het een beetje kan zien. Maar een beetje speels. Ja, dus ik vind deze echt heel leuk. En dan heb ik nog iets gekocht wat echt ver out of my comfort zone is. Zeker na mijn hele... buik gebeuren na de zwangerschappen met, nou ja, voor wie mij langer volgt, had ik een rectusdiastase van 10 centimeter. Dus mijn buik bleef zwanger lijken, omdat mijn spieren ergens halverwege mijn middel hingen. Dan lijk je altijd zwanger, dus ook al ben je helemaal niet.
Dat is inmiddels allemaal, die spieren zijn weer bij elkaar gezet. Dus mijn buik is gewoon weer normaal. Nou ja, je zal altijd zien dat ik kinderen heb gekregen, dat is prima. Maar om dan weer iets straks aan te doen, zeg maar strak, dat heb ik eigenlijk nog niet. Ja, dat doe ik eigenlijk nog niet zo vaak. Omdat ik toch altijd bang ben dat ik weer ja, in die mate opzet, zeg maar, dat je dat weer ziet. Terwijl het helemaal niet kan, omdat ik natuurlijk gewoon die buikspieren weer in het midden heb zitten. Maar goed. Lange intro, maar ik ben voor deze basic body gegaan en ook een witte. Geen idee of dit mij ophaalt of niet, ook omdat de nek wat hoger is en ik heb natuurlijk vrij grote borsten. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit zeg maar, want dit denk ik dat ik zonder BH moet doen, want het zijn wel, ja, het zit zeg maar zo en mijn BH-bandje loopt natuurlijk zo. Dus ik ben heel benieuwd, we gaan het zo natuurlijk aanzien. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb sowieso niet zo heel veel met bodies, maar ik wilde het heel graag een keer proberen. Omdat ik het zeker bijvoorbeeld bij zo'n wide leg broek zou ik het heel stoer vinden. Daarom heb ik hem dus ook in het wit besteld. En ik dacht misschien kan je er ook wel een gaaf een colbertje overheen doen of een vest of weet ik veel wat. Maar ik wilde het graag een keer proberen, maar nou ja, ik hoop dat ik aan wil durven te laten zien. We gaan het meemaken. En nu heb ik de witte top gecombineerd met die andere jeans. Goed verhaal. En dan een colbertje eroverheen. Want die witte, zeg maar, ik heb er nog geen BH onder. Misschien moet ik dan een strapless of zo. Maar ik denk dat je dat hier aan de zijkant ziet. En hij schijnt, zie je dat, een klein beetje door. Ik denk dat ik dat een beetje too much vind. Maar zeg maar zo met een colbertje vind ik het wel weer heel leuk. Dus ja, ik denk dat ik die tops, Sven die vond het ook heel leuk staan. Dus ik denk dat ik die top zou houden. Dan hier misschien gewoon een simpel armbandje of zo. Of armbandje, zo. Kettingje. Zo is laat. Ik heb een hele drukke dag gehad. Kettingje of zo erbij. Dan heb ik ook nog wat voor de kids geshopt. Eigenlijk vooral voor Elin. Want die zit nu echt een beetje ja, weer tegen het eind van haar maatjes aan te hikken. Deze legging met wijduitlopende pijpen vind ik haar super leuk staan altijd. En ik had ze eigenlijk nog niet eerder echt zo bij de Zara gezien. Ik hoop dat die past, want ze is gewoon heel dun. Dit is een maat 98. Dat heeft ze echt qua lengte nodig. Maar ja, het is altijd... Oh, het heeft zelfs een splitje. Oh, so cute. Ik hoop echt heel erg dat die past. Maar ze is ook zindelijk, dus ze draagt ook geen luiers meer. Dus die billen zijn ook helemaal niks meer. Dus ik ben heel benieuwd, maar ik vond het wel heel leuk. Dan heb ik deze heerlijke trui. Ook maat 98. Vond ik ook fantastisch. Ik zie nu dat hij niet alleen op de voorkant die broderie eraan heeft, zeg maar ook aan de achterkant. En ik vind hem heel leuk. En het is natuurlijk een vreselijke kleur met kinderen, dat begrijpen. En zeker een die echt in tegenstelling tot de boer totaal niet netjes kan eten. Maar ik vind hem heel erg leuk. En ik dacht ook leuk voor de zomer, gewoon als het wat kouder wordt, dat je nog wel gewoon je korte broekje aan hebt, maar dat je dit er alvast overheen gooit. Zo, ik zag het helemaal gebeuren. Dus dit wordt sowieso niet een item wat ze naar de opvang draagt, want dan komt het zwart terug. Maar nou ja, op de dagen thuis vond ik dit wel een hele leuke, fijne trui. Nu nog een beetje oversized. Een basic shirtje, want ja, dat is ook wel lekker. Gewoon met een beetje pofmoutjes. Deze shirtjes zijn €3,95. En dan heb ik nog een heel leuk pakje voor haar met stippen, want ze is gek op stippen. Dit is maat 104. Ben ik voor een beetje echt oversized gegaan. Volgens mij was ook haar... Maat, ja, haar maat was er trouwens nog wel. Maar ik dacht, weet je, ik ga voor lekker een beetje oversized. Met dan dit leggingje erbij. Ook in de maat 104. Omdat ik dacht, dit is wel meer voor een beetje de nazomer. Had ik zomaar bedacht. Maar ik vond hem zo schattig. En ik dacht, ze vindt het helemaal leuk met die stipjes. Gewoon een lekker, ook een soort huispakje. En dan heb ik voor haar nog schoentjes. Want ze zitten ook weer met schoenen te klagen. Te groot, te klein, ik weet het nog niet. En ik vond deze wel heel leuk. En ik dacht, dit zijn van die makkelijke schoentjes die gewoon lekker ranzig mogen worden. Deze. En ik heb maat 24 volgens mij gedaan. Want ik denk dat haar nu goed zit. En ik vond ze wel heel leuk met dat roze, met die speksel. Hoe dat dan ook heet. Dan natuurlijk ook nog een paar dingetjes voor Niels. Deze twijfelde ik over of ik hem nou eerder voor hem had gekocht. En of hij toen te wijd was of dat eenzelfde soort shirt van de Hennis was. Dus daar twijfel ik over. Want hij heeft al vaker een shirt van de Ramones gehad van de Hennis. En die was toen heel leuk. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment nog een keer een dergelijk shirt had besteld. En die was toen te groot. Maar ik ben heel benieuwd. Want deze denk ik dat wel zou passen. Maar misschien hadden we gewoon een mismatch. Ik weet het niet. Dan nog een joggingbroek voor hem. Want de meeste van zijn joggingbroeken die werden te klein. Deze
is gewoon blauw. Ik dacht, doe ik een keer een andere kleur. Want hij heeft meestal een grijs vest erop. Dus ik dacht, nou doe ik een keer blauw. Meestal heeft hij donkergrijs of lichtgrijs. Maar ik vond blauw ook wel een keer leuk. Verder super basic broekje. Hij heeft alles in maat 116. En deze trui. Gewoon een lekkere trui in het groen. Hij houdt niet van het te warm hebben. En deze is gewoon van wat dunner katoen. Dus ik dacht, dat is wel lekker voor die tussenperiode. Dat hij eigenlijk al niet meer te warm gekleed wil. Maar dat je eigenlijk denkt, nou ook, hè, je moet toch nog iets aan. Dus deze. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Want ik moet zeggen dat mijn kinderen wel een mening hebben over kleding. En over het algemeen vinden ze het heel leuk. Maar wat ik uitkies. Maar ja, je weet het nooit. Dat was de shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Laat vooral even weten welke items jij leuk vond. En welke niet. Ik ben heel benieuwd. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. Doeg!